Je kreeg gelukkig weg, hè? Yo, ik ben Devin. En ik ben Tim Tigran. We gaan freerunnen op echt een hele toffe locatie. Hier zijn namelijk allemaal bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Yes, we zijn met Danielle en Tom. En je kijkt naar Seekers. This is make believe, but I continue to make peace. Hey, make no mistake, I was born and raised in the street. Dus lekker te trainen en ineens komen we weer botten tegen. Echt altijd als we ergens in de natuur komen. Maar check dit even. Hier een gebit en dit, die ruggengraat, jongen. Ik weet ook echt niet wat voor beest dit is. Ah. Bro, dit lijkt gewoon op zo'n een of andere alien spaceship. Denk jij nou te weten wat voor dier dat was? Laat even weten in de comments. Wij zijn ook benieuwd. Aan de andere kant van het eiland uitkomt. Ga je erin? Ja. Heeft Tim niet die lamp bij zich? We waren dus bezig en we zien ineens gewoon een hol in de grond die een bunker inleidt. Maar allemaal takken en zo, want die boom die is er overheen gegroeid. Dus we gaan daar gewoon proberen in te gaan. We hebben beperkt licht bij ons, alleen ons telefoonlampje. Dus het gaat nog wat worden. We stonden laatst nog bij de bunkers van Mallorca. Nou staan we weer in Nederland bij net zulke toffe bunkers. Ja. En we hebben dus dat gat gevonden waar we nu ingaan. Dus laat vast een like achter, want hoe meer likes we hebben, hoe meer nieuwe mensen ook onze video's zien. Dus zeker doen. 1000 likes valt wel te halen, denk ik, voor nu. Dat moet lukken, toch? En wij gaan nu dat gat in. Hier is mijn licht. Dat is echt dit. Heel weinig. Maar ja, het is in ieder geval beter dan niks. Kom maar goed, hoor. Ik ga als eerst even, Tim. En dan kom jij gelijk mee, toch? Is goed. Okay. Ah, deze dingen prikken kapot erg. Er een konijn is, dit moet je vol met, hè? Nee, bro, ik ben bang, hè? Oh. Ik kreeg gelijk weg, hè? Ah. Holy shit. Oh. Ik zou nu gewoon op je kont naar binnen. Gras. Ja. Glij verder. Wat is dit allemaal? Dit is zo ziek. Ik pas hier nauwelijks doorheen. Ik ben echt bang dat er een of ander gekke vos of zo die fucking boos gaat worden, weet je? Nee joh. Dat heb je niet al gehoord. Ah. Misschien een grote spin. Ja, zou ik gaan? Ja. Oh, hier zit die fuck voor spinnen we hebben. Oh shit. Oh. En hij is weg. Is daar vet? Stikt hij echt naar dood, man. Stikt hij. Oh. Bro. Het zit hier kapot. Er zitten hier echt hele fucking bossen met heel oud prikkeldraad. Wacht, er is hier een opening. Echt? Ja, loop naar rechts. Oké. Okay.
Wat dan? Oh. Dit is best wel dom. Holy shit. Kan je er zo in? Stinkt het echt zo erg? Ja. Ja. Iets doods liggen, man. Dadelijk ligt er een lijk op. Ja, dat zei ik ook al. Ik wil even mee. Devin zag dus van rechts zag die licht naar binnen komen. Dus hij zei, daar is daar een andere ingang. Dus daar ga ik nu natuurlijk naar binnen. Even naar Devin toe. Echt, hè? Daar kwam Devin zo naar beneden. Uit dat gat. Daar is nog een ander gat. En hier komen wij net doorheen. Maar het ligt wel iets doods, hè? Als hier een beestje in komt, die komt hier natuurlijk niet meer uit. Zullen we weer uitgaan? Ja, man. Via de makkelijke weg dan. Ja, het is een hele kleine ruimte, is niet heel veel te zien, dus we gaan weer lekker eruit door dit gat. Kijk wat we hier vinden. Nog een gat. Deze is wel iets toegankelijker, maar weer een gat, dus we gaan erin. Nou, dit is niet toegankelijk. Nee? Nee. Wat gebeurt er? Ik zie een gat wat naar een tunnel of zo leidt. En dat gat daarachter valt echt nog een stuk naar beneden, hè? Ja. Nou, je ging erin toch, Tim? Ja, maar ik word doodgeprikt door de muggen. Ga je daar niet in? Zal ik erbij komen, bro? Ja, kom mee. Het is fucking eng. Hier. Oh, dit is kut. Ja. Dit is echt super smal. Oh. Kan ik hier staan? Ja, je kan hier staan. Ah. Juist. Oké. Tom. Ja. Bro. Gelijk een gekke spinnen hebben. Dit is fucking bro. Dit is gewoon een heel stuk verder met alleen maar weer die oude prikkeldraad. Echt bossen ervan. Zullen we kijken of we op de stenen kunnen lopen? Ja. Ik had echt heel graag zien. Okay. Ik wil er niet tussen vallen, man. Nee. Dit is niet normaal veel prikkeldraad. Nee, hè? Oh, oh ja. Oké, okay, hier wil je dus echt niet opstaan. Dan lig je open. Bro. Gast. Kijk één keer in de muur. Hm? Al die spikes. Ja. Maar waarom is het volgende? Ja, ik weet niet. Maar ik kan nu niet verder lopen, man. Hier komt nog een gewoon open. Gast, wat is dat? Oh, kut. Zieke spikes, man. Overal. Ja, het stopt hier. Besef die, hè? The fuck. What the fuck is dit? Echt, ik weet het niet. En ik snap ook niet dat hier al die prikkeldraad gewoon ligt. Maar je moet er verder doorlopen. Nee. Loopt het dood? Ja. Yeah. Vanaf hier is alles ingestort. Het is echt een super lange tunnel. Dit plafond is hout. Nee joh, dat had ik nog helemaal niet gezien. Maar wat? Maar ja, dit is helemaal volgegooid met prikkeldraad. Super bizar. Echt super bizar. Laten we terug gaan. Dus laten we weer terug gaan, man. Yes. Au. Wat is dit, bro? Ja, die spinnengek. Alles kruipt hier. Ga eruit. Fuck, zweren gewoon, anders valt er ineens op mijn hoofd. Kruip, bro.